Hallo allemaal, allemaal super tof dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Nou, vandaag gaan we wat anders doen, gewoon een battle chowen tussen ons. Ja, we waren hier gisteren ook en we zagen zoveel mooie stek op hetzelfde water. Dat we dachten, weet je wat, Jay gaat op deze stek en ik ga op een andere stek. En dan gaan we gewoon een battle houden. En ja, die het meeste gewicht vangt, die heeft gewonnen. Ja, doe alvast met een duimpje omhoog en ja, dan zien we straks bij de feest natuurlijk. Nou meneer, dan wens ik u veel succes. Ik ook. Bij deze ga ik de uitdaging aan. Atje, ik ga weer even verder rijden en succes. En we spreken elkaar wel. Dit is mijn stuk van vandaag. Mooi stukje, open stukje. Daardoor een ladyblad. En daar een mooi eilandje. Ik ga sowieso winnen, want ik heb sowieso meer dingen. Ik heb pijlboren meegenomen, zodat ik een goede toiletjes kan vinden. Ik heb hamburgers mee, dus ik ga Jay helemaal in maken. Het eerste systeem is gewoon heel simpel. Gewoon een leader van Freefall, een chameleon kleur. Met daar een loadclip met het, hoe heet het, choco systeem. En het control systeem. Met daaraan een zandloodje van 57 gram van Resolutions. Dat is het 57 zoiets. En daaraan een multiregje van Stripit. 25 LWS, zeer betrouwbaar. Met daarop gewoon een shothaak van Resolutions, size 6. En daarop een knoflookpopupje. Daaraan hang ik nog even twee foampies. Ja, en dan ga ik zeker weten Jay verslaan. De rig vis ik met de Snowman rig. Simpele rig, 55 gram slootje. Snowmannetje. Met een garlic roman red, bolie en een knoflook pop-upje. En dat moet voor deze hengel zijn. Jay, heb je al verloren? Ja. Bam! Oh, die vis die weegt sowieso 10 kilo. Hij is klein, maar hij heeft een buik. En het mooie is, het gaat op gewicht. Dus waarschijnlijk ga ik winnen. Ik heb hem even in de sling gedaan. Want zoals je ziet is er daar nog één puinhoop. En ja, gaan we de hengel weer klaarmaken en zo. En ja, dan zie je... Even heel kort, het systeempje waar ik op had. Het is gewoon een inline loodje van Resolutions. Maar dan het nieuwe systeem. Dus dat, dat je hem heel makkelijk kan ombouwen tot traditioneel. Tot control en shocker. En ja, daaraan een richtje van Freefall. In de kleur gravel. Met aan een Code Super Strong size 8 en een shot om de hoek. Die heeft goed gewerkt. En daarna een snowmannetje van een aardbeienboilie en een Scopex pop-upje. En een PVA'tje eraan. En nou ja, zo kan je onderlijners ook niet in de war gooien. Dus ik ga hem er snel even ingooien. Vis even in de sling, gaan we zo aan jullie laten zien. Tot zo. Nou, we filmen nu even door met de GoPro, want wat is met de andere camera? Die is leeg. Die is leeg, helaas. Dus dit wordt even wennen weer voor jullie. Maar goed, het komt wel allemaal goed. We gaan nog sowieso een visje vangen. En we checken dit zo weer. Later. Zo, pannetje, hamburgertjes. Deze hamburgers zijn echt ideaal. En ook nog eens een beetje lekker. Dus deze kan je gewoon buiten de koeling bewaren. Bam. Lekker hoor. Inmiddels is het nog rustig met de hengels. En de hamburgers staan op het vuur. Ik vraag me nou toch echt af, hoe zou het nou met Jay zijn? Zo meneer, hoe gaat het ermee? Nou, kip. Want? Kip kreeft even over. Ai, het kreeft op je stek. Ja, dan schrik je niet zo op natuurlijk. Laat eens even zien waar jij mee vist. Snowmannetje. Een snowmannetje, van welke boilies? Tutti Frutti en een Scopex pop-upje. Ja, ja, en wat voor lichtje en systeempje gebruik je dan? Piet Vogel. Mooie Freefall leader, chameleon. Safety clip. Safety clip met control systeem. Mocht de lijn breken, dan raakt de vis alles kwijt, behalve de onderlijn. Quick change swivel. Quick change swiveltje. Een simpele onderlijn. Van Freefall, de gravel kleur. En ik had een super strong hook size 8 en een short line liner van Piet Vogel Resolutions. Nou, dat moet wel lukken eigenlijk, hè? Ja. Nou, succes ermee. Nou, op mijn rechterhengel vis ik met een chilt richtje met een plump pop-up van Bodyman. Ik heb hieronder heb ik een buffertje erop gezet. En een 55 gram slootje. Ja, dat moet voor mijn rechterhengel zijn. Zo, laten we dit lekkere hapje maar eens even naar Jay brengen. Voor de troost. Tja, ik vang helemaal geen vis natuurlijk. Ja, hij moet toch wat eten. Dus speciaal voor de troost voor Jay. Lekker hamburgertje.
lekker mayo ketchup met een croissantje. Goedendag meneer, u had een menu voor de troost besteld. Ik zeg, alsjeblieft, eet smakelijk. Wat gaan we doen? Rechts aan het knopen. Oh. Hengeltjes, daar donkere lucht, net een beetje zon. Nou, ik heb er wel vertrouwen in, dus maar in mijn stek heb ik vertrouwen, in deze stek heb ik helemaal geen vertrouwen natuurlijk. Jongens, natuurlijk altijd je afval meenemen als je weggaat van de stek. Ja, gewoon super belangrijk dat de natuur schoon blijft. En je stek voor andere vissers. Of als jij hier de volgende keer bent, dat je weer denkt van nou, ik heb weer zin om te vissen. En niet eens dat je al je afval op hoeft te ruimen. Doe het in een zakje. Ik heb nu even het zakje van mijn brood gepakt. Ik kan ook een tasje meenemen of iets dergelijks. Maar ruim het altijd op. Nou, we hebben eindelijk wat voor onze grote vriend genomen. Hij is in ieder geval niet aan het denken. Hij heeft gewoon een lekkere brasem. We gaan hem even kijken of een beetje op. Daar hebben we onze brasemkoning. Jongen, 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 wat is dat dan weer? Het zit ook niet mee hè, vandaag. Oh, je denkt je gaat hem even in de wind zetten. Ja, dat snap ik. Kijk, hier staan zo dingetjes van Jay. Ze staan er wel mooi bij. Op welke hengel had je hem? Wat denk je? De lelie. Ja. Haha, mooi dan. Was hij groot? Dikke lap. Hier zijn we ingepakt. We gaan zo weer richting huis. Eén vis gevangen helaas, maar ja, daar doen we niks aan. En ja, we hebben sowieso, het was nieuw water, dus ja, we zijn tevreden met het resultaat. Mooie vis gevangen. Ja, gewonnen heb ik. Dus we gaan even Jay kijken hoe hij gaat reageren. Super tof dat jullie gekeken hebben naar deze video. Ja, we hebben mooie visweef gevangen. Gewonnen met 11,2 kilo. En ja, er komt vast nog wel een keer een nieuwe. Ja, like en abonneer voor meer. Volg ons ook even op social media, Instagram en Facebook. En dan zien we jullie bij de volgende video. Later.